alleen die zit nou te eten. Staat te eten, moet ik eigenlijk zeggen. Een hele goede middag, lieve vrienden. Ik kom pas laat in de lucht, laat me zeggen. Het is vandaag dinsdag 9 februari en we leven om 8 minuten over 4. Ik ben net met de honden uit geweest. Nou ja, dat kun je wel weer zien, want ik heb alles op een hoed. Heb ik op en dan gaat de kapuzon nog een keer over en is nog een keer een sjaal om, want het is echt hoedje koud. Het is wel prachtig mooi weer trouwens, ja. Maar het is behoorlijk koud, al zeg ik het zelf. Ik ben back over de door, want ik ga van de rugpijn op. En dat komt om iedere keer die rollator voor te duwen door die sneeuw heen. Nou is het daar geen sneeuw meer. Het is daar nu direct omdat die auto's er doorheen rijden. Maar wel allemaal opgehoopt allemaal. Dus je moet er alsnog doorheen. Hier en daar wel een schoon plekje en hier en daar weer nog wat sneeuw. Nou, oeh, en een beetje glibberig. Ja, hij gaat een beetje alle kanten op, behalve de goede kant. En dan heb je ook nog, want ze zijn vandaag niet al te lief. Ik moet mijn schreeuwen en mijn schreeuwen zo rijken. Zo'n oiling, nou, niet leuk meer. Oiling, die zit nou te eten. Water eten, moet ik eigenlijk zeggen. En daar hebben we mijn etenkant af. En daar hebben we dan Rijka. Dus. En een dikke bende. Maar dat ga ik wel vandaag of morgen op. Ja, ik moet sowieso moet ik mijn etenkant af even eten geven. Hè, man? Jij? Jij hebt niks meer, hè? Nee. Wat een dikke, hè? Kom bij me. 1, 2, oeh. Lekker ding. Hé? Hopie dopie. Ja, je bent lief. Ja, die is lief, hè? Hé, hey, kereltje. Ja, hè? Je bent toch allemaal. Nee, doe het niet, hè? Nou, dan gaan we maar weer even schoot af. Ja, ik heb deze blouse niet vaak aan. Die hebben jullie, geloof ik, dacht ik, ook nog nooit eerder gezien. Ik heb hem al wel een paar jaren, hoor. Ja, ja zeker. Maar ik heb hem niet vaak aan, omdat het... hij is dun. Je denkt, nou, lekker zomerblouse. Met lange mouwen weliswaar, maar lekker in de avonduur dat het een beetje afkoelt. Maar het is van dat nylon spul of zoiets, want hij zweet ook enorm. En daarom heb ik er wel een truitje eronder, ja. Anders dan had ik nou al een, nou, in mijn eigen zweet gezongen, dat moet me niet. En zo heb ik nog een blouse. Die heeft dat gouden hier, die heb ik wel vaker aan, omdat dat gewoon nog een hele mooie is. Maar dan doe ik ook wat onder, want anders dan is het niet, dan zit je eigenlijk middag wel weer om te kleden, dat wil je niet hebben. Maar oké, ik vergeet weer wat. Nog een welkom bij een gloednieuwe vlog. Ja, mag ik toch niet vergeten? Maar ja, dat doe ik dus weer wel. Maar ja, Karen die zei al, mam, want ze heeft hele mooie foto's gemaakt. Maar dat doet er allemaal niet toe. Ze zegt, ga er ook op uit. Maar ik heb artrose, dan moet ik iedere keer de handschoen uit. Want ik moet die telefoon aandoen, dat knopje indrukken. Dat is allemaal een nog kleine spul. Dat gaat niet met handschoenen aan, nee. Dus ik denk, ja, lieverd, ik hoef niet alles te doen wat jij doet, weet je? Nee, en ik vind dat ook niet nodig. Ik mag graag foto's maken, maar ik ben liever een persoon dat het in de zomer doet. Ja, in 's winters, nou ja, ik vind het ook wel mooi. En nooit ook jullie wat te laten zien, maar ik kan dat gewoon niet. Nee. En ik deel ook met de broek dat er niet door, want ik laat niet in handen voor jou een heupel boodschappen voor me doen. Ja toch? Want ik ga er nou niet naar de FOMA toe, want ik weet niet hoe de weg daar begaanbaar is. Straks ken ik daar niet doorheen. Nou, ik laat het dus doen, maar Janne die gaat het voor me doen. Die woont tenslotte
dus schuinachtig. Dus de buurman. Dus ja. Dus die komt het straks lekker brengen. Nou ja, daar ben ik dankbaar voor. Ik heb er geld op de rekening gezet ervoor. Dus ja. Hè? Dus het is goed zo. Dus heb ik even wat, ja. Ik heb eten genoeg, maar geen snackjes meer. En mijn wijn, ja, ik wil wel ook een wijntje kunnen blijven drinken. En ik weet niet hoe lang dit aanhoudt, die sneeuwtroep, want het dooit ook 1, 2, 3 niet. Dus het dooit ook niet weg, weet je. Dat denk ik op de weg zelf, weggereden. Maar op de stoepen of wat dan ook, dan wordt het niet weggereden. Maar ja. Oké, maakt niet uit. Ik ga lekker een bakje koffie doen. Ik heb de pc al aan, dus ik ga ook een vlog weer in elkaar zien te fabriceren en te doen. En een plaatje, et cetera. Ik vind dat even momenteel belangrijker dan dat. Het staat niet op de rug, maar ik vind dat vind ik wel even wat belangrijker. Want ik loop alweer achter, omdat ik 2 dagen niks had gedaan. Nu heb ik wel in 2 dagen, in 1 dag ook wel weer 2 in elkaar gezet. Maar ik wil proberen wat meer ruimte te creëren. Dat mocht ik eens een keer ziek zijn, dat ik helemaal het fut niet heb om wat te doen. Dat YouTube genoeg hebt en dat jullie genoeg plezier hebben. Ja toch? Ja. Zo, belhameltje. 1, 2, hoppatee, ja. Hey. Dag meisje lief. Hi kind, ja. Oh, wat doe je allemaal? Wat doe je allemaal, kind? Oh. Ja, kindertjes buiten, hè, aan het spelen. Ja, nou, kindertjes buiten het spelen. Ja. Ja, daar mag je niet naartoe, want dat is aan de wegkant. Ja. Nee, dat is aan de andere kant van de poort. En dat wil Fruitje jullie niet hebben. Nee. Echt niet. Dat mag niet. Hé, zit lekker bij Fruitje op schoot, of niet dan? Ja, Elwin, die neem ik ook wel op schoot hoor. Hé, Elwin? Elwin, kom maar. Kom maar. Kom ze maar. 1, 2. 1, 2, hoppatee. Zo. Grote meid, hè? Ja, nou. Ja, ook zo lief. Ook zo lief. Ook zo kwalitatief. Zit ze gewoon lekker bij me op schoot. Hé, helemaal kijk. Nee, we gaan niet op tafel. Nee, dat mag er niet. Hé, nou, kom maar. Hup. Zo, allebei even op schoot gehad. Moet kunnen, alle 3 trouwens, ja. Nou ja, oké, lieve vrienden. Geniet verder van jullie dag. En doe het met een lach. Doe ik ook. Vrolijk zijn. Dat is het halve werk. Daar kom je de dag toch mee door. Ja. Maar ja, nou gaan die weer zitten te hannesen en te doen wat ik niet wil hebben in huis. Gaan we naar buiten. Want er gebeuren soms dingen dat ik bang ben dat mijn televisie eraan gaat of wat dan ook. Want het is allemaal heel dicht daarbij. Nou ja, ik zou zeggen lieve vrienden, geniet van jullie dag en tot straks. Doei!
Ja, en zoals jullie het zien, het sneeuwt. Ja. En, ik kom pas laat in de lucht en ik wens jullie tevens allemaal een hele fijne avond alvast. Want het is al bijna 17:15 op de klok. En welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, ik was vandaag lang niet in orde en eigenlijk nog niet. Ik ben ook niet opgemaakt, niks. Maar ik vond dit zo enig. Ik wou dit jullie niet laten ontglippen, of hoe noem je dat? Ik wou dat, ik wil graag dat jullie dit allemaal konden zien, dus ja. En zoals jullie zien, ja, het sneeuw, de vlokken komen naar beneden. Leuk gezicht. Vroeger, als de vlokken trouwens nog groter waren, zaten we altijd in de bank op onze knieën als kind zijnde naar buiten te kijken en naar boven, zo, naar boven te kijken. En al die vlokken, die grote vlokken, die zaten dan te volgen. Ja. Dus ja, dat zal wel weer een heisje gaan worden als dit blijft liggen. Ja, want het vriest nog steeds. Ja. Maar ja, nou heb ik wel een probleem. Ik moet alle filmpjes van deze mobiel, deze nieuwe mobiel, zijn op mijn spiegelbeeld. En dat is voor mezelf al raar kijken. Ja, voor jullie denk ik niet. Maar voor mezelf is het heel raar kijken. Dus ik moet alles zien om te draaien. Ja, het is allemaal voor mijn spiegelbeeld. Mijn keuken is aan de andere kant dan ik gewend ben. Ja, dat behoort niet. En noem maar op. Dus ik moet allemaal straks eens eventjes in de videopad proberen te draaien. Ik weet dat het daarin kan. Ik dacht, ja, je gebruikt dat bijna nooit. Dat is zeer zeldzaam dat je dat gebruikt. En nee, ja, oké. Okay. De net zakte Rijka tot aan haar buikje toe in de sneeuw. Oh god. Ze sprongen me helemaal vanaf de kant, laat me zeggen. Sprong ze er boven erin. Oh, geweldig. Oh, god, het neusje. Hé, hey, meisje. Oh, godje. Oh, geweldig. Hé, hey, grote. We houden jullie weer naar binnen. Nou, dat mag. Oh, godje, denk je. Ja, waar ben je dan? Denk om de pootjes. Hey kind. Rijka. Hoi. Hoi meisjes. Oh gosje. Hallo. Ik zit hier een beetje opgesloten zo. Ja, grote meid. Grote meid, hé. En dat is onze kleine meid, ja. Hé, de sneeuw zit nog in je baardje, oh godje. Daar heb jij geen last van, hè, oh god. Hé, hoe is het leuk, meisje? Ja, je hebt het koud nou, hè. Ja, vanmiddag met lopen ook zo koud, hè. Ze moest even wachten, omdat Elwing haar grote behoefte moest doen. Nou, dan moet Rijka dus wachten. Waar ben je? Moest Rijka wachten en ze zat helemaal te trillen als een rietje. Nou ja, dames toch. Ik rij hier over een doos heen. Ja. Hé. Hey. Rijka. Hé. Hey. Kom eens hier, Rijka. Oh, moeder Maria, waar ben je? Rijka. Oeh, vliegende doosjes. Hé, hey, vliegende doosjes. Ja. Gaan we nou weer doen? Nee, kijk, zo behoort het er niet uit te zien. Nee. Ik heb hem even op stop gezet. Hij behoort omgedraaid te worden, want de keuken is
De was, mijn vader zat aan de andere kant. Ja. En niet daar. Nee. Dus ja, zomaar hoort het niet. Dus ik moet alles draaien. En dan moet ik bij de instellingen van de video natuurlijk wezen. Maar dat weet ik ook niet. Misschien dat Karin dat al wel weet. Want die heeft net zo'n mobiel. Nou, ja, komt allemaal goed. Jullie zijn een maf. Allebei. Ja. Jij hebt een schutkleur erbij. Ja. Waarom ben je niet helemaal licht? Dan had ik je beter kunnen zien. Hé. Hey. Wat ben jij? Oh. Ja, dat komt dan. Maar oké, lieve vrienden, ze zijn lief. Ja, toch? Ja. Maar dat doe jij niet, doodjes scheuren. Nee. Dat heb je nog niet eerder gedaan. Ga je het nou wel doen? Ga je het nou wel doen? Oh, jij hebt dat geleerd van Rijka. Dat moet je niet opeten. Kapot scheuren. Dat moet je doen. Gekje. Je kan het niet eens. Ga ze het opeten. Wat denk je? Scheur de maag. Nee, ik krijg geen kwaad hoor. Je bekijkt het maar. Ga daar een jakkie. Gekke beesten. Ja, die net zo hoor. Alles opvreten wat voor hun neus ligt. Nee, maar dat doen jullie in principe ook niet. Wel papier vreten, maar groenten nee, hè? Hak sla over. Ik denk, nou hup, maar nee. Ze nemen het even in de bek en dan is het weer, eruit en ze laten het leggen. Dus, nou, oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van het leven. Ja. He, geniet van het leven. Toch? Ja. Nou, ik zou zeggen, tot later.